De natuurclub in Molenhoek zou zijn werk te goed doen en mag daarom van de gemeente niet meer in het groen van de spoorzone werken. Al ruim 16 jaar lang onderhoudt natuur- en milieugroep Animo het groen in de spoorzone in Molenhoek. Toch steekt de gemeente daar nu een stokje voor, want het onderhoud zou te goed gebeuren. Hierdoor verschijnen er steeds meer zeldzame plantjes, zandhagedissen en insecten in het gebied. En daardoor worden plannen als de aanleg van wegen of woningbouw steeds moeilijker te realiseren. Het gebied achter station Mook Molenhoek wordt al flink wat jaren onderhouden door natuur- en milieugroep Animo, dat nu van de gemeente ermee moet stoppen. Na ruim 16 jaar is het einde verhaal voor de groep en zal de gemeente het onderhoud weer in eigen hand nemen. Dit om verdere flora en fauna de kans te ontnemen om zich hier te vestigen, ten ongenoegen van Animo. Men schept een beetje op, de gemeente Mook, dat ze de groenste gemeente is van Noord-Limburg. En duurzaamheid en de natuur koesteren. De gemeente tussen Maas en Mokerij. Nou ja, dan denk je, als je dit kleine gebied dus niet waardeert zoals je het moet waarderen, dan kijken we daar heel raar tegenaan. Ja, ja. En dus eerst leek het nog een optie dat er een weg werd aangelegd in het gebied om het verkeersprobleem tussen Groesbeek en de A73 te kunnen verhelpen. Nu dat van de baan is, dient het gebied voor natuur. Toch wil de gemeente de mogelijkheid kunnen behouden om woningen te gaan bouwen in het gebied. Er zouden woningen kunnen komen. En op het zuidelijke punt, dit blijft dan gewoon bestaan. Maar wij zeggen, het kan niet zo zijn dat dit unieke gebied met hier op de achtergrond natuurmonumenten, ook 400 meter van ons of 150 meter van ons vandaan, dat je daar in een keer een pluk huizen neerzet. VVD-raadslid Stan Brinkhoff zei hier het volgende over. Als het aan ons ligt, is er geen probleem. De bestemming van het spoorzonegebied is veranderd, waardoor het gebied nu primair dient voor natuur. Wij willen de hele raad zover krijgen dat we van het spoorzonegebied een beschermd natuurgebied kunnen maken. We zullen een nieuw voorstel indienen bij de raad om het college op te roepen de bestemming te wijzigen, gekoppeld aan het duurzaamheidsbeleid met daarin aandacht voor onder andere biodiversiteit. De natuur- en milieugroep Animo gaat gewoon weer verder met het onderhouden van het gebied. De eerste zaterdag van juni. Nou, dan gaan we dus echt weer aan het werk hier, want er is werk genoeg in dit groeizame weer. Dus niet te lang wachten, maar weer aan het werk zoals we al 20 jaar doen, ja. Het afgelopen weekend stond weer in het teken van herdenken en vieren. Maar naast de grotere bekende herdenkingen zijn door het land heen ook vaak kleine herdenkingen met vaak bijzondere verhalen. Zo ook bij het Antonio Barbaro monument in Mook. Tijdens de bevrijding van Nederland werd in 1944-45 een brug over de Maas gebouwd ter hoogte van de voormalige spoorwegbrug in Mook. Een boot met aan boord 3 Canadese militairen vertrok op een dag om aan de zogenaamde Baileybrug te werken. Een eind van de oever sloeg de boot tegen een van de pijlers, waardoor de bemanningsleden moesten zwemmen voor hun leven. Barbaro kon goed zwemmen en zijn collega's niet. Daarop besloot hij dat zijn kameraden de 2 aanwezige zwemvesten moesten dragen. Hij verdronk op 22-jarige leeftijd. Well, unfortunately, he was out in the boat. He was an engineer who built Bailey bridges. And he was sent out to repair one of the bridges with 2 comrades. And the boat that he was in got caught in the current on the Maas. And unfortunately, he didn't make it. A heartbreak for my father's family and all of us who came after. Afgelopen vrijdag werd Barbaro herdacht in Mook. Op deze middag werd het verhaal gedeeld door zijn neef Tony Barbaro. Hij vertelt het verhaal nu namens zijn vader en familie. My father, I once asked my father why he chose to call me Anthony Barbaro. I was named after my uncle in honor of his brother, but would never speak about it. It was just too difficult. Tony Barbaro is blij dat het verhaal nog steeds verteld en herdacht wordt. Being here today has helped that a lot. The respect that people in Holland show for him makes this a lot better. It absolutely means the world, and I can tell you it's something that I and my daughter Carrie will never forget.
Twee personen met een bivakmuts op hebben zaterdagmiddag iets na 5 uur de bakkerij aan de Dorpstraat in Groesbeek overvallen. Hierbij maakten zij gebruik van een mes als wapen. Nadat zij een onbekend geldbedrag hadden buitgemaakt, zijn ze er vandoor gegaan. Enkele omstanders zijn achter de daders aangegaan, maar kregen ze niet te pakken. De politie zette erop een helikopter in, op zoek naar de verdachten. Uiteindelijk heeft de politie 2 verdachten aangehouden in een verderop gelegen bos. Treinreizigers zagen vorig jaar vooral rond Nijmegen relatief vaak een station of een trein aan hun neus voorbij gaan. Vooral station Nijmegen-Dukenburg wordt nogal eens overgeslagen door stoptreinen, net als Nijmegen-Goffert. Het passeren van een station gebeurt vrijwel altijd omdat de trein vertraging moet inhalen. Machinisten sloegen Nijmegen-Dukenburg vorig jaar maar liefst 167 keer over en Nijmegen-Goffert 166 keer. Ook Arnhem-Zuid, Elst en Nijmegen-Lent staan in de top 10 van meest overgeslagen stations in Nederland. Het opvallende is dat de meeste stations op de lijst liggen op de lijn Arnhem-Breda. Consumenten zijn erg tevreden over de 3 winkelkernen in de gemeente Overbetuwe. Het gaat daarbij om de centra van Elst, Heteren en Zetten. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek 2023 Oost-Nederland. Hierin scoort Elst het hoogste met een rapportcijfer 8,2. Daarna volgt Zetten met een 7,8 en Heteren scoort een 6,8. Zetten en Elst scoren hiermee een hoger cijfer dan het gemiddelde van andere kernen in Nederland met dezelfde aantal inwoners. In een onderzoek wordt verschillende onderdelen apart beoordeeld, zoals het winkelaanbod, de horeca, sfeer en parkeergelegenheid. Deze week vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Van 6 tot en met 13 mei oefent de Koninklijke Landmacht in de gemeenten Wijchen, Druten en Bergendal. De exacte locaties zijn niet bekend, omdat de opdrachten een verrassing moeten blijven voor de militairen. De oefening is voor de opleiding van de Koninklijke Landmacht. De militairen zullen zich te voet en in voertuigen verplaatsen tijdens de oefening. Ze zijn zowel overdag als 's nachts aan het oefenen in onze regio. Het hoogste jeugdvoetbalelftal van voetbalclub Dioza Niftrik uit Balgooi ging dit weekend tot het uiterste. Ze haalden duizenden euro's op door 9 uur aan eengesloten wedstrijden te spelen. Het geld dat werd ingezameld is bestemd voor verzorgingshuizen in de regio. Hoe is het met de conditie? Ja, bij mij is het iets minder dan bij de rest. Ga je het volhouden? Ja hoor, ik heb genoeg pauze ga ik nemen. Genoeg pauze, er moet wel gewerkt worden, hè? Er wordt zeker gewerkt, joh. Met het eerste uur al kapot. Hoe is het met de conditie? Niet heel best is de laatste tijd. Hoe kan dat? Ja, veel frituur. De McDonald's die kikt er wel hard in. We voetballen vandaag 9 uur achter elkaar. En het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de verzorgingstehuizen in de buurt. Jullie zijn het enige damesteam dat tegen die pikkels gaat voetballen. Ja, wij gaan natuurlijk minimaal winnen. Ze zijn al een beetje moe, denk ik. Wij zijn hartstikke fit. Doen jullie toch wel een beetje zachtjes aan met die jongens? Ze doen het voor het goede doel, hè? Een klein beetje, moet ze wel heel houden natuurlijk, hè? Okay, maar daarnaast gewoon de beuk erin, hè? Inderdaad. Het is toch niet de bedoeling dat jullie ingemaakt gaan worden door de dames? Nee, dat is niet de bedoeling. We gaan er vol voor. Is dit wel verantwoord, 9 uur lang voetballen? Ja, ik denk dat dit wel veranderd is. We hebben namelijk een grote groep, 17 jongens. Dus ze kunnen onderling goed doorwisselen. Hoe zijn die dames? Ja, het is toch iets minder. Okay. Hoe is het met de conditie? Ja, u hoort mij misschien al hijgen. Hebben jullie ze toch wel een beetje ingemaakt? Klein beetje wel, ja. Klein beetje wel. Spelers van Dioza stellen zich ten doel om tenminste 7500 euro op te halen voor verzorgingstehuizen in Wijchen, Graven en Malden. Dankzij meer dan 300 donaties stopte de teller zondag op ruim 6000. En dan, in Museumpark Orientalis kunnen kinderen vanaf de meivakantie figuurlijk op pad met Pip de Belgium. In het park maken ze een tocht langs verschillende bezienswaardigheden en leren ze over verschillende culturen en religies die in het park te vinden zijn. De kinderen die aan de tocht willen meedoen krijgen een boekje en voeren door het hele park opdrachten uit. Onderweg leren ze dus niet alleen over religies en culturen, maar ook heel veel over zichzelf. De leeftijdsindicatie voor de tocht is tussen de 6 en de 12. Pip de Pelgrim is een van de concrete projecten die het museum heeft kunnen realiseren dankzij investeringsgelden van de gemeente Bergendal. Bij het museum vinden ze het belangrijk dat kinderen op vroege leeftijd gaan ontdekken. Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen op jonge leeftijd al openstaan voor andere denkwijzen en andere culturen. Dat je niet in je eigen bubbel blijft zitten, maar ook echt
leert dat er grote verschillen zijn. Maar ook dat het al belangrijk is op jonge leeftijd om na te denken over hoe zit ik zelf in elkaar. En wat vind ik belangrijk? Wat is voor mij belangrijk? En hoe sta ik in deze wereld? Dat is belangrijk omdat we in een tijd leven waar we elkaar een beetje uit het oog verliezen en de verbinding kwijtraken. En ik denk dat het goed is wanneer je wat meer van elkaar begrijpt. En ook de hele mooie kanten van andermans cultuur en tradities, dat helpt te verbinden. En wanneer je meer over jezelf leert, helpt dat ook steviger in je leven te staan en keuzes te maken die kloppend zijn. En dat natuurlijk allemaal wel spelenderwijs. Vooralsnog zijn de bezoekers enthousiast over de speltocht. Vooral als leuk en educatief gezinsuitje. Ja, ik krijg tot nu toe veel enthousiaste reacties. Vooral omdat het een houvast geeft als je door het museum loopt. Het is een museum van 30 hectare. Je kunt er eenvoudig verdwalen. En dit geeft echt een houvast en een structuur. En het is vooral ook heel leuk om het samen met je kind te doen. Ja, tot nu toe krijgen we hele leuke enthousiaste reacties. Ja, mensen die zien het inderdaad als een leidraad. Je jong en oud kunnen met elkaar samen spelen en ontdekken. Vragen die worden door jonge kinderen van 4 soms heel verrassend beantwoord. En voor een volwassene kan het wel weer zo zijn van, dat is goed om daar zo over na te denken. En dat samen met je kinderen te ontdekken. Dus het is vooral een route die je samen met je kinderen samen met je kinderen doet. Na een wisselvallige eerste week gaan we in de tweede week van de meivakantie een beter weerbeeld tegemoet. Vanavond regent het nog even, maar daarmee hebben we ook de meeste regen voor de komende week wel gehad. Alleen morgenochtend zal er nog een enkele drup kunnen vallen, maar verder verloopt de dinsdag droog en laat de zon zich geregeld zien en dat doet hij bij een mooie 19 graden. Ook de rest van de week ziet er droog en vrij zonnig uit. Het belooft een rustig lenteweer te worden met prima temperaturen die net onder de 20 graden pieken. Op Hemelvaartsdag en ook in het nieuwe weekend gaan we misschien wel net over die 20 graden heen. En tot zover het RN7 regennieuws van maandag 6 mei. Kijk voor al ons nieuws op rn7.nl of in de vernieuwde RN7 app. Daar is ook deze uitzending nog eens terug te kijken. En morgen zijn we weer bij terug, dus ik zeg graag tot dan.